Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 online BAM sessie. Want deze week is er weer een nieuwe auto uitgekomen in GTA 5. En zoals je die hier al kan zien, staat die hier 3 keer. Dus dat wil zeggen dat er ook nog 2 andere personen zullen meedoen. Want Raymond en Guido staan hier ook bij. Maar die zijn gezellig een sneeuwballengevecht aan het doen. Ik weet niet wie dat er gaat winnen. Maar in ieder geval... Ik hoop niet dat ze op mij gooien, anders krijgen ze een stick tegen hun hoofd aan. Nee, ik denk niet dat jullie nog heel veel uit de bus zou komen, want ze gooien toch alles mis. Maar in ieder geval, dus wij gaan hier op ons internet bij Travel and Transport en bij Southern en San Andreas zie je hier de Bravado Dorado staan voor 1,375 miljoen euro. Dus we gaan deze pimpen, hun gaan deze ook pimpen. Ik weet wel niet welke is dit. Wacht, welke auto is nu? Ik denk dat dat mijn auto is. Ja, oké, ja, dit is mijn auto. Dus laten we even naar de pimpzaak gaan. Hun zoeken het maar uit. Weet je wat ik doe? Ik krijg gewoon Guido aan. Hier, zo. Hoppatee. Klaar, jongens. Gaan jullie auto ook maar pimpen. Net zoals ik. Het is dus een SUV'tje. Dus ik ben wel benieuwd hoe deze eruit zal zien achter dat we hem gepimpt hebben. Ik denk niet dat er heel veel qua performance gaat veranderen. Hij is niet de snelste natuurlijk, hij is niet de beste in bochten maken. Maar het gaat meer om de looks en ik hoop ook dat je dat natuurlijk ook goed kan pimpen. Want als je hem niet kunt pimpen en hij heeft slechte performance, dan is het wel een officiële kakauto. Dus ik hoop dat het nog iets... aan de goede kant zal uitdraaien. Weet je wel, we gaan niet eens naar boven. Gewoon een jumpy nemen. Gewoon 3, 2, 1. Plonk, het is kerstmis, de sneeuw ligt. Allemaal goed en ik kan niet meer remmen. Nee, ik ben wel benieuwd met die sneeuw inderdaad. Hoe deze auto zal gaan. We moeten zo meteen nog een race gaan doen dan. Dus dat gaat sowieso weer dikke drama worden. Maar we zijn in de pimpzaak. We gaan de archcovers doen, je ziet het al, dan kunnen ze primary maken, we kunnen een carbon maken, we hebben dan primary street covers die we erop kunnen gooien, ook al verandert het niet echt heel veel moet ik zeggen. Kan je ook weer carbon doen en ik weet niet wat verandert hem, oh wacht van vooraan verandert het. Oh, dat vind ik wel leuk zo. Ik denk wel dat ik hem secondary ga doen. Ja, we doen hem secondary. Zo. Armor doen we niet. Wel de brakes. We kunnen een bullbar erop zetten. We hebben de chrome bullbar, de chrome reinforced bullbar. Zo, raid bullbar. Die ziet er nice uit. We hebben een rhino bullbar, bullbar 2, bullbar 2 color fog covers, bullbar fox en een reinforced bullbar fox. Hier heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus dat gaan we gewoon doen, want deze auto gaan we gewoon gebruiken om te gaan rammen. Dan onze voorbumper kunnen we ook natuurlijk gaan doen. We hebben er hier heel veel. We hebben streets, we hebben sportbumpertjes. Die sport vind ik wel leuk. Alleen je ziet het niet echt veel met die boelbar. Ik denk dat ik voor deze ga en we doen hem wel in primary. Zo. De achterbumper, dat is echt een gloedje lelijk. Heb je niks interessanter? Kijk, dat bedoel ik. Iets, gewoon een klein detailtje. Een reinforced bumper. Misschien hebben we ook zo'n heavy reinforced bumper. Nee, dat hebben we dus niet. Ja, doe maar deze dan. Weer een gewone kleur. Gewoon primary. Geen extra kleurtje aan die kant. Vind je niet nodig. De front fenders kunnen we ook doen. We kunnen deze kleuren. We kunnen ook in de carbon doen. Alleen... ik denk dat dat echt heel lelijk gaat zijn als we dit in de kleur doen. Dus we houden het voorlopig stok. De grill. Die zie je niet echt heel goed. Maar... oké. De Chrome Great Grill. Maar kunnen we hem ook in een gewoon kleurtje doen? Ik zit nu te twijfelen. Ik denk dat ik hem nu even in het gewoon doe. Ja, we doen het gewoon. Dan de motorkap. Oh my god, we kunnen een twin intake doen. In principe is dat wel leuk. We kunnen hem ook naar boven laten ridgen natuurlijk. Of we kunnen een aggressor hood. Oh, die is nice. Die is nice. Die vind ik dan weer iets minder. Ik haal voor die aggressor daar. Ja, hoppatee. We doen het gewoon. Dan, met kerst kunnen we beter misschien een kersttoeter. Of hebben we die niet? Ja, kijk. La 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 la. Zo, dat was het voor vandaag. Het kleurtje doen we later. Livery, hoppatee. Black stripe of the white stripe. Ik moet zeggen, het is geen een van beide erop, hoor. We kunnen voor een dual grey stripes, dual white stripes, de offset stripe. Oké, dat vind ik wel nog nice. De yellow stripe offset, de Bravado billboard. Dan vind ik niet echt iets te hebben. Oké, eerlijk is eerlijk, deze vind ik hier wel nice op. Ik ben niet echt van die hot rod dingen, maar dit vind ik wel ook nice. Oh my god. We kunnen ook een hunting camel doen, maar dat is niet zo mooi. Ik denk dat ik voor deze ga. We gaan gewoon met dit iets proberen. Dit is een challenge, we gaan het met dit doen. Black en yellow hier, ja. Respray doen we later, een roof-accessoire. Dus we kunnen een nopje erop zetten, een roofrekje. We kunnen een verlicht erop zetten, we kunnen koffers of een box. Maar ik denk dat we gewoon simpel voor de roofrack met de lightbar gaan. De zijkant met een opstap. Nice. Ik doe hem wel in een... Dat eerste vond ik mooi. Nee, geen stang. Nou, eigenlijk moet daar wel een stang op. Maar heb je hem niet in het oranje ofzo? Nee, hè. Ik vond dit wel clean. Past zo'n beetje bij de auto. Je zou niet denken dat het een opstapje is. Daarom. Maar dit is dan weer helemaal anders. Wat gaan we doen? Dat is nu echt de grote vraag. Ik zit te twijfelen tussen deze hier. En die eerste. Maar we gaan voor de eerste. De spoiler. We kunnen een kleine spoiler natuurlijk opzetten. Maar ik hoop dat we ook een iets grotere... Kijk. Dit. Een GT spoiler. Dit is fucking lelijk. Maar het moet gewoon. Ik zweer het je. Lekker laag aan de grond. Transmissie erop. Turbo erop, daar gaat ons geld. Dan SUV-banden eronder zetten. Dat zijn grote velgen, dit. Oké, deze vind ik wel nice. Oh, deze zijn ook wel nice. De OBRS. Deze kan ook wel. We gaan voor de OBRS. Ja. We gaan voor deze. De rest van de banden doen we later, maar we moeten eerst nog een kleur bepalen. En de windows zijn ook intussen geblendeerd. Dan gaan we even kijken bij het kleur. Ik weet niet of mat... Oh, sexy, sexy. Oh, dat vind ik wel nice. Oh. Weet je wat gaan nice... Wat? Oké, dit vind ik ook wel nice. Hier in blauw. Goud, groen, paars, oranje. Er zit die hier wel. Nice dingen. Ik vind dat blauw mooi. Ik vind dat blauw echt mooi. We gaan voor dat blauw. En dan even misschien zo wit of zo. Dan pakt dat delivery iets mee. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we gaan voor de ice wit. Alleen vind ik het lelijk dat... Oké, we moeten hier even nog aan knutselen. Want er klopt hier gewoon iets niet. En ik kan niet zeggen meteen wat. Dit doen we dan sowieso wel. Maar we behouden gewoon het kleur. Ik ben er al over eens dat ik gewoon die skirts ga gewoon doortrekken tot achteren in het wit. Dat vind ik wel op zich nog mooi erbij passen. Gewoon die overhang doortrekken. Maar wat mis ik dus nog? Laten we misschien al een beetje beginnen aan de wielen. Als we deze nou wit doen. Ja, zo. Het lijkt wel een beetje een kerstauto. De smoke doen we sowieso al blauw. Ja, bulletproof tires erop. Tire design, dat hoeft niet. Dan hebben we dit wel al. Kijk, dat vormt tenminste alweer. Maar ik zit te twijfelen. Je moet die lijn kunnen doortrekken. Maar niet dik, gewoon die lijn van boven die velgen. Die moet doorgetrokken worden. Alright, ik heb even gekeken en ik kan hem niet echt doortrekken. Maar ik vind het op zich niet verkeerd dit. Alleen die spoiler. Ik zit me daar echt gewoon op te kijken. Dat past eigenlijk totaal niet. Misschien dat er een witte spoiler op kan. Maar ik vrees, nee, ik kan geen witte spoiler op. Het moet gewoon. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon kijken wat de rest ervan heeft gemaakt. Dus ik ben zo bij jullie terug. We staan hier op dit moment... op de filmset. Guido is heeft zijn auto in ieder geval kunnen pimpen. Maar Raymond daarentegen, die heeft wat kortsluiting in zijn huis. Dus het zal alleen met mijn en Guido's auto te doen zijn. Dus Guido, wat heb jij ervan gemaakt? Laat me het tonen. Daar komen we. Oh. Oh. Ik heb er echt een tank van gemaakt. Je hebt hem... Oh, dat is zo precies zo'n safari-busje van op een camping of zo, met dat logo erop. Oh, die is wel dik hoor. Gewoon, is mat zwaar toch? Mat, ik weet niet welke kleur. Mat, soort zwart en bruin. Beige, bruin of zo? Ja. En dan... ja, die is wel nice. Ja. Oh, tank. Damn. Ik heb hem totaal anders gedaan. Ben benieuwd. Ik ben een beetje in de speciale kleuren gaan kijken. En ik heb hem een beetje over de top gemaakt. Dus dit is mijn auto. Oh, maat. Totaal anders, hè? Oh, ik dacht... Wat? Nou, ik zag die livery en ik dacht, ik moet hier wat mee gaan doen. En, oprecht, ik vind hem echt wel sick. Ja, hij is nice, hè? Alleen, ik vond dat witte, zeg maar. Je hebt dat van die rand aan de zijkant die naar beneden loopt en dan weer op boven je velgen. Ja. Ik vond het jammer dat je die niet kon doortrekken tot over heel je auto. Je kon hem doortrekken, maar dan was heel je bumper wit. En dat vond ik ook... Ja, ik wou zeggen, dan kleur je heel je bumpers mee. Ja, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ja, en de spoiler moest gewoon. Daar moet je geen vragen bij stellen. Ja. In ieder geval, dat waren de auto's. Laat weten in de reacties wie de mooiste auto heeft. En wie de mooiste auto heeft... ja, jij Guido. Wie de mooiste auto heeft, heeft gewonnen. En bent niks. Heb je een invite voor een race? Ik vond het wel moeilijk het pimpen, eerlijk gezegd. Jij vond het iets makkelijker, zei je? Maar ik vond het redelijk moeilijk hoor. Ja, ik was er redelijk snel mee klaar. Oh, oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Waarom moet je nou weer de buitenbocht? Dat is echt niet goed. Ja, je moet iemand de buitenbocht nemen, hè. Je moet je aan de route houden. Dus ik zeg, we starten in 3, 2, 1 en go. Zo, ik dacht dat die wielspin ging hebben. Eerlijk. Ik dacht echt dat die wielspin ging hebben. Oh my god, pas op voor de auto's. Het is natuurlijk weer al druk. Ik heb wel weer jeuk om dus kan niet op mijn gas drukken. Rechtsaf. Oh, wat dat vind ik fijn om te horen. Ja, en met die sneeuw hier. Dat is ook niet echt at. Oh, en daar gaat Ryan al. Ja, hé bro, er reed iemand in mijn weg, dus ik dacht ik ga langs de paal. Allee, die paal was dikker dan ik dacht. Nou, ik praat over het lantaarnpaal, daar niet over wat anders. Maar hij reed wel op zich lekker door, vind ik. Ja, ik vind hem ook... Eigenlijk voor in de sneeuw vind ik hem ook wel prima. Ja, ik hoor ook allemaal van kerstbelletjes als zoals ik ergens rijd. Ik weet ofwel is dat, ligt dat aan de auto. Als ik gas geef. Gewoon echt pling pling. Oh, dat hoor ik echt niet. Nee? Nee. Ik heb wel een kersttoeter erop gezet. Weet je zeker dat er niet ergens een truck door de straat heen rijdt bij jou ofzo? Voor wat ik kan zien? Nee, niet nee. Ah, ik heb ook een kersttoeter, misschien dat daar aan ligt, hè? Dat die toeter gewoon belletjes zijn. Ah. Hey, Guido. Zo! Ja, ik heb een boelbar van voren, hè? Ja. Ik heb de ziekste genomen. Ja, die ramt wel heel goed aan. Ook zo eentje speciaal voor beuken hier. Hoppa. Oh ja, maar die haalt dat. Dat was een lichtsetje, dat was een lichtsetje. Oh, pas op. Oh, dat gaat niet goed. Driften! Ja. Het is wel een leuke route dit altijd, vind ik. Oh, pas op. Ah, ze hebben nu ook die dieren toegevoegd. Ik zag veel van die bordjes van die dieren. Pas op voor rendier. Nu ga je er wel echt moeten voor oppassen. Hij gaat snel hier. Hé, deze auto is snel hoor. Ja, echt wel. Oeh joh, pas op voor deze bocht hier beneden, hè. Dat is een scherpe. Oh, dat is een scherpe bocht. Driften! Oh. Ik ben ook aan het driften. Oeh joh. Ja, dit was echt een snelle bocht. Ah, jij gaat je wel aan de route houden, toch? Had ik dat gezegd? Ja, maat, jij gaat het sowieso afsnijden. Dat was niet handig! Nee, dat was niet handig! Ja, oké, je hebt gewonnen. Let's go! Ja, je hebt gewonnen, jij hebt de race gewonnen, ik heb... Dat zijn 6 puntjes, toch? 6 puntjes, hé, loopt hier een kat! Kijk! Loopt er een kat? Waar loopt de kat? Oh. Nu onder mijn auto. Dat is een wolf. Dat is een kat, dat is een wolf. Dat is een... Oh, dat is zo'n coyote. Hoe heet dat? Ik weet niet wat dat is. Zo'n vos, wolf, ding. Ja. Oh. Sorry. Ja, hé vriend, er ligt hier een dooi beest. Ze rammen ook tegen elkaar. Ja, dan heb jij in ieder geval de race gewonnen. In ieder geval, de auto, is het je geld waard, vind je? Hoe duur was hij ook weer? Ja, 1,5. 1,5, ja, dan denk ik misschien wel. Hij is al echt best wel snel. Ja, ja, klopt. En, ja. Maar ja, weet je wat het is? Hoe je hem verschillend kan tunen. Ja, klopt. Alleen, weet je wat het is? De auto's zijn sowieso al duur. Dus deze valt eigenlijk nog meer qua prijs. Maar voor een SUV-auto is hij misschien wel een beetje duur, maar ik weet niet voor waar je hem gaat gebruiken. Maar je kan hem wel een stuk gaan tunen, jammer hoor. Nee, als ik zou zeggen voor 1,5 en dan nog eens 5 voor het tunen, dus 2 miljoen, is het zijn geld waard? Ik zou zeggen net niet. Maar? Ja, ligt eraan of je geld genoeg hebt. Dat is waar, dat is waar. Maar hij is wel ziek. Het is niet de ziekste, maar hij is wel ziek. Maar in ieder geval, hierbij ga ik de video wel weer afsluiten. Hebben jullie genoten van deze video? Dus ik een duimpje omhoog voor in te abonneren, op belletje te drukken. Vergeet Guido zeker niet te checken. En weet je wel, Raymond ook voor de moeite. Aangezien dat hij niet kan meedoen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye. Bye. Yo, yo.